Maasbree staat deze week in het teken van het kindervakantiewerk. De hele week nemen kinderen deel aan verschillende activiteiten rond een thema. De 53ste editie van het KVW staat in het teken van Ploenzen in Bree. Nou, het thema heeft alles met water te maken. En water is altijd iets wat centraal staat in het kindervakantiewerk. Als je maar lekker naad kunt zweren, als je maar lekker vettig kunt zweren. Eindelijk keer in het jaar dan mocht het. Met het kindervakantiewerk is het geen probleem. Dus water was een thema wat gelijk bij ons te binnen schoot toen we aan het nadenken waren. En waar we gelukkig heel veel mee kennen. Ja. Eigenlijk is iedereen in het dorp die op dit moment hier is, die niet op vakantie is, die is erbij betrokken. Ja, heel Maasbree doet mee, heel Maasbree is erbij betrokken. En ja, dus ieder jaar ontzettend leuk. Maandag werd het startschot gegeven voor het kindervakantiewerk. De jongste kinderen gingen naar de speeltuin en de oudere jeugd kreeg een bootcamp voorgeschoteld. Met 519 aanmeldingen doen er dit jaar een record aantal kinderen mee aan het KVW. Wat is er zo leuk aan KVW? Dan mag je allemaal spelletjes doen en vies worden. En je mag snoep meebrengen en klimmen. Ik ga voor het eerst naar het grote bos en dat vind ik heel cool. Ja, dat is een beetje eng voor de meeste, maar niet voor mij. En mag je al naar het grote bos of nog naar het kleine bos? Ik mag al naar het grote bos. Spannend, of niet? Ja. Vorige maand startte het KVW Mafbeheer een petitie om de Pastoor Leurstraat en de Dorpsstraat af te sluiten en het openbaar vervoer om te leiden nadat de vergunning werd geweigerd. Na overleg met wethouder Arno Jansen en de directeur van Veolia is er een compromis gesloten. Het dorpsfestijn op donderdag kan daardoor gewoon doorgaan. We kennen toch dat het leek alsof het elk jaar weer populairder werd, KVW in Bree. Ik denk dat het goed gebeurt. Ik denk dat zoveel mensen zich ervoor inzetten. We hebben dit jaar weer meer vrijwilligers als die we eigenlijk kosten plaatsen. Voor de groepsleiding bijvoorbeeld, voor de figuranten. Er blieven zich mensen aanmelden, ook die laatste paar weken. Waarvan we denken, we willen ze hier allemaal laten meedoen. Soms lukt het wel, soms lukt het niet. Zoveel mensen willen er iets aan bijdragen. En allemaal die energie van die mensen samen gaat erin. En ja, daar moet er wel iets leuks voor komen. Nog de hele week vindt het KVW plaats. Op zaterdag trekt de optocht met alle deelnemers door de straten, waarna de 53ste editie wordt afgesloten.